Goed, wij gaan vandaag paardrijden en ik neem jullie mee in het spectaculaire avontuur. En ik kan je beloven, dit wordt hilarisch. Howdy, cowboy! Maar die van jou doet het goed hoor, Lars. Ja, die is echt wel netjes. Jij bent de rust himself. Hij zit. Wat eraf. Op een schaal van 1 tot 10, hoe eng vind je dit? 12. Yes. Camera rolling, let's go. Yes. Zoals jullie zien, we zijn nog steeds op de camping en vandaag gaan wij iets magnifieks doen, iets leuks. We gaan paarden. Onze ruiter komt er wel aan. Frederik, hallo. Heb je de paarden al klaarstaan? Ja, paarden gaan waarden nu, gek. Voor nog een bakje pleur, dan laat ik die loop, jongens, even lopen. Goed volk, toch? Nou, een lieve man. Goed, wij gaan vandaag paardrijden en ik neem jullie mee in het spectaculaire avontuur. En ik kan je beloven, dit wordt hilarisch. Oké, maar jongens, ik heb een hele belangrijke vraag. Wat is jouw vraag? Een vraag die voor eens en voor altijd beantwoord gaat worden nu. Is paardrijden een sport? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. 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 Laat even in de comments ook weten, vinden jullie dat paardrijden een sport is? Ik wil voor de rest geen negativiteit in de comments. Als schaken een sport is paardrijden het. Ja, nou, dat vind ik dus ook. Ja. Ik vind dat mensen die... Kijk, als je gewoon rondrijdt op een paard, vind ik het geen sport. Maar als je gewoon echt high level gewoon jumps doet, alles wat wij vandaag natuurlijk ook gaan uitvoeren, is paardrijden een sport. Maar laat u het achter in de comments en dan gaan wij op naar de manege. Yes, Timo! We zijn aangekomen bij challenge nummer 1. Wie kan het best een paard nadoen? Wil je even een paard nadoen voor mij? Voor de mensen die hier memes willen maken, doe dat gewoon. Sorry joh, maar die witbalans, dat is helemaal vervelend met jouw hoofd. Oh jezus. Ja, ik ga er niet op. Hallo, hoe aai ik een paard? Lars, ja? Even een mededeling, dit is het kleinste paard. Nee, wat? Ja, ik zweer het. Het is een grote hamster. Nou jongens, allereerst, we kunnen natuurlijk niet gewoon op een paard gaan zitten en gaan rijden. Nee, we moeten hem ook poetsen. Ik weet niet hoe, maar we gaan het wel doen. I got a horse that's in the bag. Paarden schoonmaak edit. Ja, mooi. Een zieke edit was dat, hoor. Ja, iets verder nog. Ja, iets verder weg met je tenen. Zo, ja. Bijna. Zo leuk. Dit is echt niet mijn ding, hoor. Lijkt je kat. Dat zou ik niet doen. Nu heb jij er onderdoor te lopen. Waarom zou je in godsnaam onder een paard gaan doorlopen? Ja, hè, waarom zou je dat doen? Ja, dat weet ik ook niet, het gaat om het idee. Ik heb echt, je houdt die borstelis vast, deze paarden vinden me echt niet gewoon, hè. Kijk. Wat ben je nou aan het doen? Klik het paard. Oh, die heeft liefdesverdriet, dat zie je. Oh, hè, je hebt een beetje zwaar, hè? Ja, maar ben ik hiervoor? Wie weet je? Nou, het paard is schoon. Nou, kijk eens hoe. Nou, maar rechter. De paarden zijn schoon. We are ride the pony. Kennen jullie de paarden dan? Top, laten we op een paard gaan rijden. Hey, dus gaat het goed? Het ziet er wel uit alsof jij weet wat je doet. Knoop je erin. Mijn vriendin is een paard. Hè? Maar deze is heel lief, hè? Hij is echt heel lief. Ja, ik ga ook best wel lekker met deze. Peggy 18. Lunot is een nep-Arabier. Een soort van... Turkse... Oh. Oh, wij hier op deze paardenboerderij, dat is alleen maar slecht. Het gaat helemaal mis. Trek. Sorry, helemaal afgeleid, maar ik moest trekken. En you know, trekking is... Ik had ook verwacht dat zij zijn carrière vertrekt, jij gewoon de deurtjes had. Yes, oké, okay, Tim, zet hem op, jongen. Mama, Tim moet hem helpen. Nee, jongens, wij weten wat we doen. Tim hoeft geen helm op. Hey, misschien als hij plat op zo valt, wordt je voorhoofd kwijt. Oké, okay, yes, Tim, op naar de baan. Doe hier alsjeblieft even een heel cool muziekje onder. Oh, ik had nu net het muziekje aangezet, Tim. Kom maar. Kom maar. Oh. Sorry. Lunot, ik wil gewoon heel even jouw gezicht nu. Kan je heel even lachen naar de camera? Ik hoef meer niet erop te hebben. Yes, dankjewel. Ik ga paardrijden. Pas wel bij je paard. Heel leuk. Tot net had ik geen angst. En nu komt het allemaal in één keer. Ja, maar Lars, je weet dat een paard reflecteert, hè? Dat heb ik je uitgelegd. Sorry. Gewoon, zolang jij het goed doet. Ik doet heb hij het ook goed. Yeah. Alleen, ik denk wel dat ik een blauwe zak heb straks. Tim, die heeft dit nog best onder controle. Hoe die er ook op zit. Daar is hij, hoor. Ben je aan het genieten? Ik vind het heerlijk. Ontspannen dit, hoor. Je moet gewoon een ontspannen gevoel geven. Er is niks aan de hand. Nee, zullen we een keer klappen? Nee. Als je klapt, gaat een paard naar hangtje naar de lopen. Hou op mijn zak.
Lars, hoe vond je het gaan? Nou, ik vind het op zich vind ik het best leuk. Maar ik heb wel nu even de twijfels hoe ik dit ding in godsnaam ga besturen. Tim, dit is voor jou gemaakt. Nou, let's go, Tim. Nee hoor, dit gaat goed. Zie je het niet? Tim, rustig. Tim, trek. Wat deed je? Ik dacht dat die haling moest lopen, dit paard. Ja, ik trok. Ja. Hij stopte niet. Tim, ik zag de angst in je ogen. Ik zag het in je ogen, het was echt... Ik ben zo bang op dit moment. Ja. Nee, maar dit was gewoon Tim trok aan de touw en deed ook nog tegelijkertijd zijn voeten er tegenaan. Dat paard die dacht, ik moet er vol voor gaan. Lekker Lars, lekker. We hebben helemaal niet zoveel nodig. Het is gewoon een klein tikkie, een beetje weg erin. Dan gaat hij het gewoon doen. Lekker Lars. Dit is echt wel voor jou gemaakt, denk ik. Ja, ik voel het zit in mijn familie, hè. Ik doe dit ook alleen omdat ik heel Nicole's familie trots maak nu. Daarvoor doe ik dit. Ja, zeg het toch even duidelijk. Ik maak jullie trots. Howdy, cowboy. Maar die van jou doet het goed hoor, Lars. Ja, die is echt wel netjes. Jij bent de rust Tim zelf. Je moet ook gewoon doen alsof je dit kan. Kijk, die van mij die wist gewoon dat ik graag van snelheid hou. Alleen nu ging het toch even iets te hard, want ik heb het niet. Jongens, dit had je nooit gedacht. Flippers, die gaan paardrijden. Dit is genieten. Vooral Lars. Ben ik geslaagd? Ja, ik vind echt dat je het goed hebt gedaan. Je had ook wel een goede begeleidster. Lekker Lars, nou. Ik leef nog. Nee. Ik weet niet wat er zo net allemaal gebeurd is, maar... de man himself, Timo Miedema, gaat nu het paard op. En dat wil ik graag even vastleggen. Ja, maar Timo, serieus? Kun je hem wel echt vast blijven houden? Dit paard is echt top. Ja, maar ik spring op van paniek af, Lars. Ja, maar dit is echt een toppaard. Nee, maar hij is echt super. We zijn niet bang, we zijn... Maar hij is lief, hoor. Dus... nou, ga dan maar op. Hoe werkt dit? Kan ik je helpen? Jij moet je voet erin. Ik deel je willen wel omhoog, oké? Ja, nee, je moet. Ik durf het niet. Jawel, Timo. Ik durf het echt Jawel. Niet. Ze laten niet los. Ik ga je niet naaien. Boas zou je naaien, ik naai je niet. Hij zit. Ga eraf. Okay. Vind je dit eng? Nee. Hey, op een schaal van 1 tot 10, hoe eng vind je dit? 12. Tim zit gewoon rustig op het paard. Dus dat valt helemaal mee. Hoe was het te afvallen? Ik was er niet helemaal bij. Ja, dat ging wel hard hoor. Oh shit! Timo, hoezo ben je zo lang stil? Ik zeg niks, Lars. Ik vind het wel, jongens. Jullie moeten sowieso even een like achter laten op deze video. Timo doet het wel. En ja, hoe bang hij ook is. Ik ooit een Shetlander afgevallen, Lars. Dat is mijn angst geweest. Maar die Shetlander is ongeveer 5 keer zo klein. Dus zag je hoe Tim viel net? Zo kan je eraf als hij nu opeens gek wordt. Mees! Zou jij even met Timo's paard willen lopen zo? Timo is zo bang. Timo zit erop. Timo zat erop. Ik wil eraf. Ja. Ik wil eraf. Hij durft dit echt niet. Hij zit. Oké, dat was hem. Yes, Timo! Timo! Ja! Ik doe het! Ja, zo is het goed! Zo! Klein stukje. Ik heb ook een hersenschudding gelijk. Sorry Rutger, ik heb jou in de steek gelaten. Ik vind het goed. Ja? Ik overleef. Nou, Rutger, zet hem op, hè, pik. En 3, 2, 1. Tun, tun, tun. Wow. Lekker op, joh. Sorry, Rutger, maar ik vind jou gewoon heel grappig op een paard. Je moet niet met je hielen drukken, man. Ja, dat snap ik, maar goed op. Wat is het? Jij bent me aan het opjagen, waardoor ik moeilijk word. Ja, oh, sorry. Ja, kijk, ik vind het niet eng, maar omdat jij dingen gaat zeggen... Ik zeg niks. Jij zegt niks, dit moet je doen. Ja, omdat ik weet hoe het moet, maar ik kan het niet. Jij loopt mij op te jagen, dat werkt op paard. Ik ging hartstikke lekker. Maar als het paard verstaat jou niet, hè? Ja, hij denkt, kut, het paard gaat halen, ik moet rennen. Tim, kom maar. Ja, maar rem voor mij. Ja, dat denk ik wel. Jawel, want kijk, hij vindt mij lief. Yes, what up, neef. Dit is een moment. Vijf balls kwijt. Ja, gaat landen zo hard op zijn rug. Kom maar. Hij is gelijk klaar. Hij is gelijk klaar. Kut paard. Volgens je hart van de paard. Ik weet niet of ik het goed in beeld heb, maar Boos die klapt echt op de grond, jongen. Goed, we lopen ook gewoon lekker terug, denk ik. Want er gaat straks iemand dood, denk ik anders. Hey vriend, thanks voor je service vandaag. Ik heb genoten. Wie heeft Boos er afgegooid? Welk paard? Hey, lekker gedaan, pik. Ja, maar lekker. Het lag echt niet aan het paard. Nee, het lag helemaal aan Boas, maar... Nee, maar het was
Boas had zijn vlogcamera vast. Ja. Hij zat niet meer op te letten op paar. Nee. Niet dat per se Boas schuld is, maar dat jongetje komt ook. Maar het is wel Boas zijn schuld. Echt goed. Goed. Dat is ook de reden waarom we nu stoppen. We willen graag leven van de paardrijden afkomen. Ik heb wel genoten. Vond je deze video leuk? Geef me even een like en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei! Timo, wat zei je? Jullie hebben altijd gezegd, er gaat niemand afval. Er zijn fucking 4 mensen afgetikt. Ja, maar dat komt wel helemaal door hemzelf. Oh shit! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh!